Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Professor Layton en de Miracle Mask. In deze aflevering gaat het gebeuren, jongens en meisjes. We gaan gewoon verder met het spel, dat gaat er eigenlijk gebeuren. De vorige aflevering zijn we volgens mij bij Angela geweest. Misschien dat het de aflevering daarvoor al was. We zijn in ieder geval aangekomen in het hotel. We gaan weer hopelijk wat puzzeltjes doen vandaag. We zijn pas net onze ding gestart. Het kan toch niet zo zijn dat hij nu al zo moe is. Hij is bang voor dat wat gebeurt er nou als echte magische krachten zijn. Maar dat is niet zo, denk ik. Of misschien toch wel. Ik zal niks verklappen. Even kijken. Ik denk dat we eerst even gaan slapen. Oh, Professor Layton. Ze denken dat het iets te maken heeft met Professor Layton's verleden. Hij gaat nu vertellen wat er gebeurd is 18 jaar geleden. Randall Angela... Oh ja, ik zal het in het Engels doen, want het is makkelijker, want dan gaat het ook sneller. Randall, Angela, Henry and I are used to live in a small place called Stansbury, just beyond the desert. It was a quiet little village, the kind where everybody knows everyone else. Randall was my best friend. He would tell me about all his hobbies, drag me along on all his adventures. If not for him, I wouldn't be even an archaeologist. Jesus. It's true, although I study it fervently today, I had little interest in the field of archaeology back then. What? I can't imagine you like that. Oh, I can't imagine you like that. Professor, volgens mij gaan we nu in het verleden spelen. That night, we just listened to the professor. It broke my heart to hear him recount how he had lost his best friend. But hidden in his story was a clue that would prove essential to solving the case of the masked gentleman. Volgens mij gaan we nu in het verleden spelen. Oeh, save your progress. Nou, omdat jij het wilt. The Secret of Norwal. The first I heard of the Mask of Chaos. It must have been about 18 years ago. Spannend. I win again, Herschel. Guess that means you'll be going with me tonight. Randall, I told you, I'm not interested in archaeology. Stop with the nonsense, Herschel. What happened to your sense of adventure? You can't be serious. Yes, I'm very serious, Herschel. I'm going to make archaeological history tonight. Do you have any idea what this could mean? It'll be the find of the century, and you're coming with me. So what do you say there, old chum? You're in, right? Randall, I don't... Okay. This time will be different, Herschel. You won't regret it, I swear. I've got a good feeling about this. I've heard that one before, Randall. I don't have time to go on another one of these silly expeditions of yours. What, yo? Silly expeditions? It isn't some silly adventure. I think I might be onto something big this time. Oh, really? Do tell. Something priceless. Something indescribable. Something beyond your wildest dreams, Herschel. All right.
type class. You've proven your legs work. Now please exercise your backsides and be seated. Heel even naar het geluid kijken. Just meet me tonight. Soon our names will be in all the papers. You'll be the famous scholar Herschel Layton. Nou, dat zou best wel wat van waar kunnen zijn, Randall. Oeh, een puzzel met een klok. That clock never seems to tell the right time. Nor does my watch at that. What was that puzzle Randall was rabbiting about? I just couldn't get my head around it at all. Oké, okay. Wat gaan we doen? Iets met tijd. Puzzel nummer 16. Verschillende klokken. Four people are talking... dat was heel erg Nederlands-Engels, was dat. Four people are talking at the end of a very enjoyable evening party. Comparing watches. They realize that none of them have the correct time. A zegt... my watch is always 20 minutes slow. B zegt... this old thing is 10 minutes slow. C zegt... I set mine 5 minutes fast. D zegt... Mine is 10 minutes fast. Wat is de tijd? Oh, je weet niet wie A is. Oké. Dit is interessant. De tijdstippen zien we allemaal op beeld. Maar degene die 20 minuten sloom is... Dat zal die van 1 uur 5 zijn, denk ik. Dus dan zou het 1 uur 25 moeten zijn. Ik denk dat het 1 uur 25 is. Want die ronde klok rechtsboven, die is 1 uur 5. Als je daarvan uitgaat dat die 10 minuten te vroeg staat, dus dat het 1 uur 25 is, dan kan je van B, die zegt dat die 10 minutes slow is, kun je ervan uitgaan dat het die vierkante linksonder is. Dat is 1 uur 15. Dus dan zou je ook op 1 uur 25 komen. C zegt, mijn is 5 minutes fast. Dat zou dan die rechtsonderin zijn, de rechthoekige van 1 uur 30, wat dus ook weer op 1.25 uitkomt. En D is mine is 10 minutes fast. Dat zou dan die ovale zijn linksbovenin. Die staat op 1 uur 35, dus dan die kom je ook weer uit op 1.25. Dus dat moet het juiste antwoord zijn. Dit was niet zo'n hele moeilijke puzzel. Here goes. Puzzles can be quite fun. Time waits for no man. Collins keep telling us. Oh, dat is de leraar. And doesn't seem quite fair that I always have to wait for time. Hintmuntje! We hebben nog geen hint hoeven te gebruiken. Dat is wel nice. Dat gaat vast wel komen, want in het begin zijn de dingen altijd wat makkelijker. De puzzels. Kijk, Collins heeft ook nog een puzzel. Now that you're all seated, kindly open your books at page 13. Today we'll be talking about Donald Rutledge and his groundbreaking work, Ancient Histories. Now, Rutledge investigated a number of noteworthy archaeological sites, looking for similarities between them. I identified the linking factor, the common denominator, the universal, ubiquitous name, Asrun. Interessant, want dat ties in met de volgende game. Years later, we've barely scratched the surface of all there is to know about the Asrun civilization and their time. But the discovering of the Asrun was a huge breakthrough for archaeology. Jesus. Initiating unprecedented research in the field. We have here some incomplete records of the excavation from the
Boom period. Jeez, dit wordt echt leuk. Let's see, Leighton, can you help me fill in the gaps? Of course, sir. Want Leighton is zo'n smarty pants. Oké. Artifacts. Oké. A, B, C en D each found a unique object at a different depth in the ruins. Based on the following statements, fill in the missing information about each artifact, its material and its depth. Oké, wat het is, hoe diep en wat voor materiaal. Nummer 1. The doll is made of wood. Oké. Ik ga er even vanuit dat wat we nu op het scherm zien, B, dat een doll is. Maar dan moeten we zo even kijken. B dug 100 centimeter dieper dan D. En found something at 150 centimeters deep. Oké. 3. An item made of blue tinged metal was found deeper down than a wooden one. The pot is made of sandy clay. En de coin was found in a shallower place than the sword. Oké. Oké, ja, dit moet dus de doll zijn. Ik doe het heel even zo. En ik denk dat dit voor jullie ook wel makkelijker is om dan te kijken. En op dat kleine schermpje boven mijn hoofd kun je dan zien wat we gaan invullen. De doll was made of wood. Nou, de doll die staat al ingevuld bij B. Dus dan pakken we wood. En B die ging op 1,50 meter ging hij bouwen. Dus B is helemaal compleet. En hij heeft 100 centimeter dieper dan D gegraven. Dus dan zou D op 50 moeten hebben gegraven. An item made of blue tinged metal was found deeper down than a wooden one. Dat kan A en C zijn. Nee, dat is niet waar, want 100 is de volgende optie. Dus dan moet dit door de blauwe steen gemaakt zijn. En de pot is gemaakt van sandy clay. En aangezien die nog niet gedaan is, dan is hier de pot gevonden. En de coin... coin was found in a shallower place than the sword. En ik weet niet zo goed wat shallow betekent. Ik dacht dat shallow namelijk small betekent, maar dat... Ik moet even kijken wat shallow betekent. Oppervlakkig, oké, dus dan even kijken. De coin was dan door deze bitch gevonden en de zwaard door deze bitch. Dit moet het goede antwoord zijn. I'm not certain... Did I get it? Excuses voor mijn falen in het Engels. Het gaat best goed, moet ik zeggen. Yes, quite good work, Leighton. Thank you, sir. Right then, let's move on to page 14. Rutledge, most famous discovery was the ancient stone circle in Plinth. Early theories held that Plinth was a primitive holy site, but the finding of some intricate artifacts disproved that. These artifacts were the basis for a fascinating comparative study by the paleontologist Doris Pompetjes. Volgens mij is dit niet heel erg interessant voor het verhaal verder. Sir, let me do it. Let me. Randall wil graag. Randall Ascot. Ja. Yeah. Oh, we gaan nog een puzzel doen met Randall. Bite of bygone days. This fossil was found on a riverbed. Close examination revealed tooth marks, suggesting that it was formed when some kind of ancient fish bit into something tasty. Okay. Can you tell which one of the fish pictured in the book made these tooth marks? C valt af, want die heeft bolle tanden, dus die komt niet in zo'n steen. Dan moet de
bovenkant moet 3 zijn en B heeft 4 tanden aan de bovenkant. Dus A is het enige goede antwoord. Time to solve this little puzzle. There is no puzzle without lekker. Solution. Dat was een kleurrijke quiz. Well demonstrated. I see you've done your homework on this topic. What? This is basic stuff, sir. Next page. Okay. Sir. You have a question, Ascot? Go on then. Out with it. Sir, have you heard of the Mask of Chaos? Are you... Of course I've heard of it. Okay. Dit is misschien wel interessant. Wat denkt u, meneer? Bestaat het? Dat masker waar we het over hebben. I find it hard to believe that such a legendary object could lie undiscovered for so long. If I thought such things could still be found, I would be not teaching at a school, but I would digging for treasure. Okay. Even if its existence could be proven, it would be quite impossible to find, and you know it. So I would appreciate it if you would stop wasting lesson time with irrelevant questions, Ascot. Right, sorry, sir. Now, Randall apologizing, and that's a first. Oh, we gaan nog een derde puzzel doen. Kaboom! Oeh, dit is meer een puzzel. Volgens mij dat we alles op de juiste plek moeten zetten. Maar laten we het gewoon even lezen. This splendid fossil is broken into 9 pieces. It was actually restored once before. But well, let's just say one of the research assistants is a bit of a butterfingers. Hij heeft het uit zijn poten laten flikkeren. It used to be a 3... times 3 square. Think you can get it back to normal? Misschien wel. Since it's quite fragile and broken enough as it is, you can only move 3 pieces at a time horizontally or vertically. Okay. Put it back together in the center of the grid. Nou, dan gaan we sowieso even en naar deze scène. Ah, oké. Okay. Dit is interesting. Ah. Oh. Nou, zo moeilijk was het. How exciting. Just leave it to me. Lekker hoor. Oeh, we hebben een nieuw robot level. Laten we die straks eens gaan doen. Oh. So you want to know now? Ja, dat klopt, ja. Okay, let's go. Hij doet die 3 stappen per keer. Oh ja, zo werkte dat. 1, 2, 3. Dan heb ik hem al niet goed gedaan, denk ik. Oh, maar als ik hem zo doe... Oh, dan heb ik hem wel goed gedaan. Oh, nee. Oh, jawel. Als ik zo doe... Oh, nee, dat haal ik ook niet dan, denk ik. Nee. Oké. Okay. Reset. Yes. Ik denk namelijk dat we zo moeten gaan. En zo moeten gaan. Mm.
Even kijken. Poffertjes, crackertjes. Wacht, we hebben hem al gehaald dan toch? Zo. 1, 2, 3. Finished! Oké, deze is niet zo heel moeilijk ook weer. Gelukkig. Tot nu toe zeg ik alleen maar dat hij niet zo heel moeilijk is. Dus nou, prima. Dat betekent dat we goed bezig zijn. Oké, close. En dan gaan we gewoon naar het volgende lokaal toe. Of naar lokaal. Ik had toch wel wat van muntjes. Van die hintmuntjes verwacht. Maar dat valt vies tegen. Hé, een hintmuntje. Oh, daar heb je zo'n boelie volgens mij, of niet? Oh, nee. What's the point? If it's not going to earn you any cash. Nah, doe je normaal. I'm setting up my own hotel business and I'm going to make even a bigger fortune than my old man. Okay. Hebben we gesproken. Zijn we nog sites vergeten om te checken? Hey, een puzzel. Kijk, goed dat ik nog even gekeken heb. That umbrella has been lying there for donkey's years. Okay. Hasn't anyone claimed it yet? Poor umbrella, I feel your pain. Oh, we gaan nu een puzzel doen. Oh, dan moeten we zeker gaan raden welke umbrella het is. A friend of yours is having a bit of trouble in a shop. Okay. A sudden gust of wind has broken my brolly. Umbrella, denk ik dan. It was my favorite, too. I was hoping to buy a new one with the exact same design. But all the umbrellas here look pretty similar. I don't know which one to get. Which umbrella should I pick? Nou, E valt wel af, want de binnenkant is helemaal even. Dus E valt in ieder geval af. C valt af, want die heeft niet zo'n bruin dingetje bij het stokkie. Kan D. D zou, of B zou in ieder geval kunnen, denk ik. Ik zat bij B. D kan niet, want die heeft te veel streepjes. Oh, het is B, want A's handvat is vierkant. Dus B is het enige juiste antwoord. Here goes. Puzzles can be quite fun. There's no name written on it and nobody's going to claim it. I will just leave it as the part of the scenery. Ooh, good scene. It's simple, Hirsch. Mary! Aren't you going to need your bag for study group tonight? Angela! Hey, Randall! Did you get out of practice early today? Yes, Herschel and I have some important things to do. Everything looks good. We're done. Can you two wait a minute while I get my things? She's as radiant as ever. And she likes the most handsome chap in town. Too bad for you. Right, lady. Oh, Angela. Don't you take that from him, Herschel. Randall, is that any way to treat your best friend? Well, I suppose I could be a little nicer. But Herschel needs to stop running away from his future in archaeology. He doesn't look like he's running away. Perhaps he's just not interested. Thank you. I think I can change that. I've got something very special to show the two of you. Ah, not again. What is it now? The Mask of Chaos. Why am I not surprised? Randall, what is it about this fairy tale that has captured your imagination?
Always the skeptic. That's all right. At least I won today's fencing match, which means that tonight we do what I want to do, correct? 8 o'clock, right, Herschel? Angela, you too. To the future that awaits. Spannend, spannend. Typical Randall, he never gives up. I might be able to get some reading in before going round to this, though. Ooh, a triumphant emblem. An inlinky. Nog een inlinky. Kijk, ik ben de muntjesjager, boys and girls. Nee, dat was hem. Oké, dan gaan we door. That Randall has got far too good at fencing lately. I'm not going to let him win the next bout. Oké. Zo, die school is daar helemaal bovenop. Lol. Dat is echt kut als je er elke dag naartoe moet. Oh, een hintmuntje in, die water. We vinden echt die hintmuntjes zonder ze te gebruiken. Dit wordt echt stashje dit. Oké, we zijn thuis. Hello, Ma, I'm home. Oh, Herschel, dear, would you come over here for a second? Oh, dear, oh, dear, oh, dear. Of course, is something the matter? Hint, muntje. Ah, nothing like a good glass of fruit juice in the morning to start the day nice and refreshed. Oh yes, the label. Every bottle comes with a fruity puzzle. A fruity puzzle. Here we go. What does this one say? Ga ik jou niet vertellen. Oké. Een spannende puzzel om deze aflevering af te sluiten. That's juicy. The owner of a juice factory wanted to send a gift to three important customers. To make sure no one was offended, they will get all 18 liters of juice. But there weren't enough of each bottle size to make the shipments identical. Still, the owner was able to make up 3 shipments of 18 liters using different sets of small, medium and large bottles. Can you work out how many liters of juice each size of bottle holds? All the sizes are whole numbers, by the way. Oké, goed om te weten. We weten dat er 18 liter in zit. En dat meisje in C heeft 6 kleine. En 4 middel. Als je eruit gaat dat al die 6 kleine 1 zijn... kom je dus op 6. Dus zou je nog 12 moeten maken met 4. Dan kan je ervan uitgaan dat... dan ga je ervan uit dat die middelste 3 is. Dus dan gaan we even kijken of als we dat toepassen op de rest... dat dat dan ook geldt op die manier. Dus zij komt met 18 door die kleine 1 te hebben en die middel 3. Dan gaan we naar A toe. Dan heb je 3 kleine. Dat zouden we dan op 3 komen. Dan heb je ook nog 3 middel. Dat is 9 plus 3 is 12. Dan zou je 12 en heb je nog 6 nodig voor die grote. Dus dan is het, dan zou dat 6 zijn. De middel zou 3 zijn en de kleine zou 1 zijn. Dan gaan we kijken of het dan klopt bij B, die dan meer van de rest heeft. Die heeft 6 kleintjes, dus dat zou 6 zijn. En dan hadden we inderdaad 6 en 6, dus dat is ook 18. Dus we hebben hem alweer gewoon opgelost. Zo goed zijn wij. I think this may be it.
Puzzles can be quite fun. De puzzels die gaan erg goed. En het is echt, ik vind het echt knap van mezelf. Het is niet dat ik die puzzels nog weet van die keer dat ik hem gespeeld heb. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. In de volgende aflevering zien we waarom de moeder van Herschel zo gestrest is. Bedankt voor het kijken. Adios, amigos.